Συνεργαστούν ο Μπαν. Ινγε. Ես խոսքը տրամադրում եմ Ինգեին, որը մեզ գպատմի խորհրդարանում տեղի ունեցած անցուդարձի մասին. Lieve mensen, wij zijn ontvangen in de Tweede Kamer om van ons democratisch recht gebruik te maken, namelijk het aanbieden van een petitie. En zoals de vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, Harry van Bommel, ook zei, dat is ook niet de eerste keer. Dat is de zoveelste keer, ik weet het niet meer, misschien 20 keer. Voor ons hebben Turkse organisaties een petitie aangeboden, terwijl de Kamerleden waar het om ging nog bij ons stonden. Zij moesten eigenlijk naar binnen en ze zeiden ja, maar ja. Ik zei nee, ga naar binnen, die mensen mogen ook toch een recht uitoefenen. Mogen ook een petitie aanbieden. Goed, onze petitie vraagt 7 dingen van de Tweede Kamer. En het wat eigenlijk boven alles geschreven kan worden is let een beetje op je Nederlandse zaak, want Nederland is toch wel heel erg geneigd om zaken die voor Turkije pijnlijk liggen, om die niet te hard te benoemen. Ik zeg niet deze Kamerleden. Voor de Nederlandse regering zitten andere belangen, dat weten we allemaal. NAVO, van alles zit er economisch bij. Maar dat mag niet betekenen dat als het over mensenrechten gaat, dat je dan je mond houdt. Wij hebben ten eerste aangedrongen op de goede uitvoering van de motie Rauwvoet. De Kamer vraagt elk jaar. Elk jaar wordt er met Turkije, ook door Nederland zelf, gesproken. En wat is er dan besproken? Nou, de motie Rauwvoet, zoals iedereen hier bijna wel weet, die vraagt om de erkenning van de Armeense genocide in de dialoog met Turkije voortdurend en nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nu zien we in de Kamerstukken dat de regering dan antwoordt dat zij indachtig de motie Rauwvoet gesproken hebben over de relatie tussen Turkije en Armenië. Dat is in wezen iets compleet anders, want daarmee stel je die genocide niet aan de orde en dat is dus niet uitvoering van een unaniem aangenomen motie. De heer Van Bommel heeft in de Kamer ook nog aangegeven dat het echt niet elke dag voorkomt dat er een motie met alle 150 leden wordt aangenomen. Dus dat is fout van de Nederlandse regering.